Welkom in de lift bij Bovemij. Bovemij helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door mobiliteitsbedrijven te verbinden aan mobiliteitsconsumenten. We zijn volop in beweging en gaan uitdagingen niet uit de weg. We willen, denken en doen vooruit. In deze reeks vertellen collega's over hun loopbaan en ontwikkeling in de organisatie. Vandaag zijn we in de lift met... Hoi, ik ben Dani en ik ben trainee bij onze Raad van Bestuur. In deze functie hou ik mij voornamelijk bezig met strategische vraagstukken die zijn gelinkt aan de digitale transformatie van Bovemij. Ik ben in maart 2020 begonnen op de afdeling relatiebeheer zakelijk in een tijdelijke functie. Maar ik heb altijd mijn ogen open gehouden voor een management trainee functie. Dus toen de interne vacature online kwam, tipte mijn leidinggevende me meteen en ik was super enthousiast. Ik ging van een relatief kleine afdeling naar een hele brede functie en het was in het begin ook echt wel even wennen om dagelijks met bestuurs- en managementleden in overleg te zitten. Maar gelukkig voelde ik me al snel comfortabel en waardeerde zij absoluut mijn input. Tijdens het traineeship wordt er op verschillende manieren geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben wij bijvoorbeeld elke twee weken een intervisiesessie met een coach en de andere trainees. En daarnaast hebben we regelmatig een training waar managementcompetenties aan bod komen. Denk hier bijvoorbeeld aan stakeholder management of persoonlijke effectiviteit. In de toekomst zou ik graag willen leiding geven. Een strategie neerzetten, sturen op resultaten en het beste halen uit je team. Ik mag hier tijdens dit traineeship elke dag van leren van mensen met heel veel ervaring. Het is een ongelooflijk leuke uitdaging. Dit was weer een nieuwe aflevering van In de Lift bij Bovemij. Ben je benieuwd wie er de volgende keer in de lift staat? Volg onze kanalen en houd onze pagina in de gaten. Tot snel!